Er staat een ambulancemotor alleen bij iemand die daar in een stabiele zijligging ligt en onrustig is. Hij is weggerend. Wil jij bij de politie? Dit is je kans. De aankomende 7 jaar worden er 17.000 agenten gezocht. Ik loop vandaag een dagje mee, want ik ben wel benieuwd hoe dat er eigenlijk aan toe gaat. Goedemorgen. Goedemorgen, je bent er. Ja, jij moet Dennis zijn. Ja, ik ben Dennis. Hi. Hoi. Is het voor politieboot te zijn? Ja, ik vind het heel tof. Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga zien. Ik ben ook heel benieuwd hoe het is om een uniform aan te hebben. En sowieso naar de hele dag. Ja. Nou, we gaan straks de brieven natuurlijk bijwonen, ja. Dus dat ga je ook meemaken. Ja, dus je gaat gewoon de hele opstart van de dag meemaken. Nou, ben benieuwd. Yes, let's go. Valse voorwendselen, zeker omdat ze met valse foto's... Wat heb ik aan? Geen Chanel, geen Yves Saint Laurent. Ik weet niet welke dure designer het is, maar je hebt een politieuniform aan. En hoe zit het? Het zit verdraaid goed, moet ik zeggen. We hebben dezelfde maat, volgens mij. We zijn op dezelfde lengte. Ik weet niet of het iets over mij zegt over jou, maar dat laten we even in het midden. Maar inderdaad, het past precies. Waarom is het zo vormgegeven? De broek waar we het over hebben, met die zijzakken. Ja. Dat is wel heel praktisch ingegeven. Dat je gewoon echt heel veel dingen gewoon in je broek bij je kan dragen. Die knieding, omdat we soms wel op de knieën zitten. Ik noem maar wat, bij reanimaties. Oh, tuurlijk. Want dat maken wij ook gewoon mee. Zit je op je knieën, dat is een bepaalde beschermlaag op zitten. Ja, en de strepen, hè? De strepen, ja. Je hebt eigenlijk de mijne nu op natuurlijk, maar dit maakt het wel af. Ja. Dat klopt, de rangonderscheidingstekens. Ja. Ja, want dat is misschien sowieso wel goed om te vertellen. Ik mag hem dus niet naar buiten aan, helaas, het uniform. Waarom is dat? Nou, op het moment dat je mensen op straat de politieagent tegenkomt, moet je gewoon betrouwbaar zijn. Je moet gewoon weten, het is echt de politie. Ja. Dus Jan allemaal met een politieuniform op straat, dat kan gewoon niet, omdat... Ja, eigenlijk doet voorkomen dat diegene een politieagent is, terwijl het misschien helemaal niet zo is. Nee. Die dame zit nog boven, die gaat nu naar de crisisdienst uit Denemarken. Was zo beschonken dat we onder invloed dat zij bij de ingang van de horeca door de hurken ging en daar begon te plassen. Dat ging behoorlijk door het lint bij de portier, ook bij de aanhouding. Dus dat gaat verder lopen. Dennis, ik zie een soort van Starship Enterprise motherboard, daar met allemaal knopjes. Kun je eens uitleggen wat dat is? Ja, Star Trek is er natuurlijk helemaal niks bij. Nee, maar ja, een politieauto, los van dat de normale auto is met andere kleuren en strijping en mooie lampen op het dak. We hebben natuurlijk een aantal zaken in de auto die normale auto's niet hebben. En dit is eigenlijk hetgene wat vooral jeugd heel erg leuk vindt, de knopjes. En waar ze soms moeite hebben van af te blijven, maar dat maakt niet uit. Nou goed, hier hebben we een diverse knop op zitten, zoals de blauwe lampen, toeters en bellen zoals we noemen, optische geluidssignalen waar wij mee mogen rijden. De sirene bedoel je? De sirene, ja. Mag die straks aan? Denk je zelf. Oh shit. Nou, maar wie weet, dat weet je niet. Komt er een melding voorbij waar we een spoedrit krijgen en dan mag die aan. Ja. En wie weet mag je er zelf op drukken dan. Maar goed, daar hebben we het nog wel even over. Ik heb nu verantwoording voor een club mensen, 2 wijkagenten heb ik verantwoording voor. Niet mij, want u zegt net van dat ik hem mee ga nemen. Ja. Dan zien mensen ook echt kijken. Oh ja, nooit over nagedacht. Ja. Welke eigenschap moet je nou echt niet hebben als je agent wil worden? Het ligt aan wat je bij de politie wil doen, maar mensen die een beetje angstig aangelegd zijn, lijkt me niet echt een goede eigenschap om snel angst te hebben voor dingen. Ik denk dat je ook absoluut niet botte hard moet zijn. Ik vind echt wel, je moet je kunnen inleven. Ja. Maar sociaal handig. Sociaal ontzettend vaardig zijn. Je moet elke situatie moet je anders kunnen schakelen. Wat ik eerder ook al tegen je had gezegd, van, joh, je mond is je sterkste wapen. Ja. Dat is ook echt zo. Je moet kunnen deescalerend optreden, maar juist ook heel autoritair zijn wanneer het nodig is. Ja. Je moet kunnen optreden. Wat is het ergste wat je hebt meegemaakt? Dat is een reanimatie van een klein kind. En die het niet overleefd heeft. Dus daar heb ik toen ook echt heel veel last van gehad. Dus dat is wel een van de heftige dingen die ik meegemaakt heb. En dat soort dingen, dat zeg ik heel gekscherend. Staat nooit in de vacature. Er stond nooit in de vacature bij het politievak dat je... Ja, ik kom echt heel veel met dood in aanraking eigenlijk. Zelfdodingen, maar ook reanimaties, noem het allemaal maar. Daar heb je gewoon heel veel mee te maken. Ja, volgens mij leer je echt zo anders kijken naar een wijk. Kijk, zeker als ik aan het werk ben, natuurlijk wel een bepaalde veiligheidsbril naar een wijk. En als je nu rondkijkt, wat valt je dan op? Nou, sowieso heel veel rommel, om het zo maar te zeggen. Maar vooral dat door die rommel en alle begroeiing het heel onoverzichtelijk is. Melding in ons gebied. Wat is er aan de hand? Bij een hotel staat een ambulancemotor alleen. Of een motorrijder alleen van de ambulance. Bij iemand die daar in een stabiele zijligging ligt en onrustig is. Waar bereid je je nu op voor? Nou, ik ga in ieder geval kijken. De ambulance hij ligt al stabiel, dus volgens mij is er geen reanimatie. Bestemming bereikt. De ambulance staat al, de autorijder. We gaan kijken wat er anders is, waar ik kan ondersteunen. Maar het blijft heel wazig, heel ons aan mijn hangel. Dus ik moet hem even neerzetten. Ja. Hey. Kijk, hij is weggerend. Dan doet hij het wel. Hij ademt wel. En had hij ook een naam van hem te komen? Ja, dat moet ik niet binnenvragen. Vermoedelijk een verwarde man. Het is onbekend of het, ik sprak net de ambulancemedewerker, of het door zijn bloedzuiger is of dat hij mogelijk iets van drugs gebruikt heeft. Maar we kregen een melding van iemand die onwel was. En op het moment dat de ambulance hier komt, kwam hij in één keer bij en toonde heel verward gedrag en is uiteindelijk gewoon naar buiten gegaan en weggegaan. Zo. En het is nu onbekend van waar hij is. Alleen we hebben toch wel zorgen over zijn gezondheid, dus we gaan nu even zoeken. Dus wij rijden nu richting de verwarde man in de auto. Ja, de collega's die net bij ons waren, die hebben die auto nu, zien die auto rijden. Ze weten bijna zeker dat hij ook achter het stuur zit van die auto. Oké. Ze gaan nu onderzoek doen, een blaastest afnemen, even contact met de ambulancemedewerker of de ambulance hem nog wil zien of niet. Hij is nu aanspreekbaar, iets verward, maar komt over of dat hij wel weet wat hij doet. Goed, wij hoeven er niet bij te blijven, ze gaan prima redden met z'n tweeën. Scheelt weer capaciteit. Nou. Je geniet enorm van het vak, zo te zien, maar je hebt het ook druk. En de aankomende tijd wordt het nog drukker door het tekort. Dat klopt. Waarom blijf je dit nog doen? Voor die kleine waarderingen die je gewoon in je werk tegenkomt. Als maar bijvoorbeeld dat je bij een inbraakwoning, waarbij een oude dame slachtoffers wordt. En je komt daar en zij komt gewoon met de hulpvraag bij jou. En ze kijkt je aan en je merkt gewoon van, joh, ze is zo blij en opgelucht dat er gewoon hulp is voor haar. Los van wat ik wel en niet kan doen. Dat soort kleine dingen, de dankbaarheid, ja, daar doe je het eigenlijk gewoon voor. Dat vind ik gewoon mooi om te zien. Gewoon het kleine verschil, of nou die boef vangen is of gewoon maar iemand het verhaal aanhoren. Dat zijn dingen die gewoon het werk mooi maken. Ja.